Uiteindelijk hebben we besloten dat we 1 november open zouden gaan. En half oktober, toen moest alles weer dicht. Dus we zijn nooit open geweest. Los en lockdown. Door de coronacrisis hebben veel mensen het zwaar. Zeker de mensen die een eigen zaak hebben. Als je een nieuwe onderneming begint in coronatijd, heb je geen recht op steunmaatregelen van de overheid, zoals de tegemoetkoming vaste lasten en de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers. Geen makkelijke taak dus. Toch zijn er jonge ondernemers die dit aandurven. Zo heeft Romilly Veenhof Brasserie Charlie geopend in Beek. En ze heeft een duidelijk idee wat voor gevoel de brasserie moet uitstralen. Ik heb altijd gezegd, je wilt de woonkamer van het dorp zijn. Ik kom zelf hier uit het dorp en ik ken heel veel mensen in het dorp. En ik weet ook dat dit toch een beetje gemist wordt hier. Er is nu weinig horeca, er is de laatste jaren heel veel verdwenen. En ik zag daar toen wel een mogelijkheid om die verbindende factor die voor mijn gevoel de horeca altijd heeft, om die weer terug te brengen hier. Al vanaf maart 2020 heeft Romilly het pand in handen. Maar door de broodnodige verbouwing en de lockdown kon nog niet van de huiskamer worden genoten. Dan maar iets anders bedenken waar mensen in hun eigen woonkamer van kunnen genieten. We willen heel graag iets van afhaal doen, maar er zijn natuurlijk honderden restaurants in de buurt die afhaal gaan doen. Dus we willen ons heel graag onderscheiden op een bepaalde manier. En toen hebben we ervoor gekozen om geen afvalrestaurant te beginnen, maar een reisbureau. Ieder land heeft namelijk een kenmerkend gerecht en daar zijn we op ingespeeld. Mijn eigen grootste hiccup om te gaan afhalen is omdat ik geen zin heb in lauwwarme maaltijden, in zo'n zweterig klef bakje. Dus ik dacht, dat moet sowieso anders kunnen. Dus we zijn begonnen met ovenschaaltjes. Dus we bieden onze bestemmingen bieden we aan in een ovenschaaltje. Mensen halen die koud hier op en schuiven hem wanneer ze zelf willen in de oven. Het culinaire reisbureau heeft veel boekingen. Toch blijft het financieel lastig, maar gelukkig is dat voor Romilly niet het enige waarvoor ze het doet. Ik zeg altijd, het is een beetje schuiven met geld. Met de ovenschaaltjes, dat loopt heel erg goed. Er doen echt heel veel maaltijden, soms zo 100, 150 per dag. En dat is echt heel flink. Dat hoor ik ook om me heen van andere ondernemers. Maar ja, het blijft gewoon dat je veel moet investeren. Uiteindelijk, eind van de streep, hou je er niks aan over. Maar we zijn bezig, we hebben al veel contact gehad met klanten. Je speelt op elkaar in. Het is ook een soort van opstartfase toch waar je doorheen moet. De jonge Beekse laat zich niet ontmoedigen door vervelende of vreemde reacties van mensen vanwege haar leeftijd. Zelfs niet bij grote instanties zoals de bank. Ik denk dat je nooit je moet laten beperken door je leeftijd. Ik word ook heel vaak niet serieus genomen of van mag ik je baas even spreken? Of wie gaat hier over? En als ik dan zeg, ja, dat ben ik, dan merk je een beetje van, hoe kan dat nou? En als ik bij een bank aankom en ze zeggen, nou, je bent te jong en dat willen we niet. Nou, dan ga ik op zoek naar een andere bank, bij wijze van. Maar ik denk dat je altijd op die manier moet kijken. Mijn boekhouder neemt me serieus, mijn verzekeringsmaatschappij neemt mij serieus. Ja, dat ligt echt ook aan jezelf, denk ik. Geloof in jezelf en blijf doorzetten. Dat is wat Romilly twijfelende jonge ondernemers wil meegeven. Gewoon doen. Niet nadenken, niet twijfelen. 100.000 mensen hebben gezegd, je moet de muren niet blauw maken, je moet dit niet doen, je moet dat niet doen. Gewoon doen.